Hey dames en heren, vriendjes en vriendinnetjes, fijn dat jullie er weer zijn. Een nieuwe aflevering van Survival Apenstaartje Home. Ed. Wie is Ed? In ieder geval, we willen super graag een espresso, latte macchiato, bambino. Ja. Maar we hebben geen koffie in huis, dus moeten we op een andere manier koffie zien te maken. We hebben geen koffie in huis? Ja, nee, hebben we niet. Sorry. Ik zat dus te denken, ik heb verschillende dingen in huis opgezocht. Dat gaan we allemaal vermalen. Hebben we ook filtertjes? Daar zijn de filtertjes. Wat zullen wij als eerste ingrediënt, als vervanger van de koffieboon, gaan gebruiken om een lekker bakje mee te zetten? Koffiekoekjes. Dat vind ik een hele slimme. Ja, toch? Ja. Zoiets? Ja. De kleur is thee-achtig. Ja. Ik vind het niet lekker. Het is een beetje alsof er iemand een stuk karton in heet water heeft gedaan. We gaan een nieuw bakkie zetten. Wat lijkt jou lekker om bij elkaar te gooien? Nou, die drie. Alle drie? Het lijkt warempel op koffie. Ja, ik kan het niet echt omschrijven, de smaak. Het is intens smerig. De laatste koffie die we gaan zetten, dat gaat een beetje een dessert worden. Ja. Hagelslag. Puur. Een beetje poedersuiker. Toefje munt wellicht. Dan doen we op het einde nog een scheutje amaretto erbij. En dan zat ik nog te denken, de warme koffiemelk / schuim wat ik erbij doe, ga ik ook een beetje kokosmelk doen. Oh. Dus het wordt eigenlijk een soort Caribbean bounty koffietje. Lekker. Ja. Hoppa. Zo? Nee, hoeft niet zo gierig. We zitten tegenwoordig op de varen. Melk is klaar. Melk is klaar. Koffie is ook klaar. Hoe ruikt het? Een beetje als een zwembad. Zo, inderdaad. Proost. What else? Oh, maar dit is niet slecht, nee, hoor. Dit is helemaal niet vies. Zo. Dat is fucking lekker. Hoe zullen we deze uitvinding noemen? De Haagse Bambino. De Haagse Bambino. De Haagse Bambino, voor als je koffiebonen op zijn.